Een hele goede middag, lieve stripvrienden, comicfans en andere fanaten. Hier weer een stripvlog van jullie stripverzamelaar. Ja, het is zaterdag 9 maart en ik ben gearriveerd in de Westfield Mall of the Netherlands. En dat is in Leidschendam-Voorburg. En vandaag heb ik afgesproken met oud-collega's, even wat lunchen. Maar als ik nou nog tijd over heb, dan kijk ik even welke geekwinkels en andere zaken ze hebben. En misschien zie ik wel wat leuks en dan heb ik weer een leuke vlog gemaakt. Nou, in ieder geval, kijk lekker mee en een mooi weekend alvast. Thank you.
Ja, en ik wil jullie toch even laten zien wat ik gekocht heb in de Westfield Mall of the Netherlands. Dit is natuurlijk een hele grote Lego tas waar ik straks even laat zien wat daarin heeft gezeten. Maar ik begin met deze hele leuke poppetjes. Want ik zag dus op het einde een winkeltje wat Pop Mart heette. En ik zag ook dat ze binnenkort gaan verdwijnen. Dus ik denk, nou ja, omdat ze er nu nog zijn, pak ik een paar van deze geinige poppetjes. Dit zijn onder andere poppetjes van Kung Fu Panda. Dit is een nieuwe tekenfilm die daarvan uit gaat komen. En ik zag een hele leuke van SpongeBob. Ik weet dus nog niet wat erin zit. Je hoopt natuurlijk toch altijd de hoofdpersonen. Maar ja, het kan ook een van deze figuurtjes zijn. Maar goed, ik vind de franchises leuk en ook de Minions vind ik heel erg leuk. Ik ben natuurlijk naar de Universal Studio geweest in mei vorig jaar. En daar heb ik toen ook al een hele leuke popcornhouder gekocht van Bob. Maar hier zitten nog een paar van die leuke poppetjes bij. En het mooiste, dat is dus wat ik bij de Lego Store heb gekocht. Ja, is deze. Dit is de Spider-Man mask. En er bestaan natuurlijk al heel veel van dit soort boosters eigenlijk van. Van bijvoorbeeld Venom en Carnage ken ik onder andere. En ook van Star Wars figuren. Maar aangezien ik groot Spider-Man fan ben, dacht ik, nou, ik ga deze gewoon aanschaffen. Die staat heel erg mooi op mijn omnibussenkast. Daar ga ik hem in ieder geval neerzetten. Ja, en er zit nog wat leuke art achterop. Ja, in de film zag je waarschijnlijk ook al dat er wat andere leuke sets bij zijn gekomen. Nieuwe sets bij de Lego Store. En ik vind het toch erg leuk om dan weer een leuke set mee te kunnen nemen vandaag. Dus ja, erg leuk en gezellig ook geluncht met mijn oud-collega's van de ING. En ik heb gewoon een mooie dag gehad. Dus hierbij de korte vlog. Ik hoop dat jullie het leuk hebben gevonden. En op naar een volgende vlog maar weer.